Zo, wij zijn weer terug uit de persconferentie en uit de daaropvolgende video. Iedereen weet het nu, Geert. Het is niet langer een geheim. Vlaanderen heeft bezit genomen van misschien wel het mooiste manuscript uit de Lage Landen. Kun jij nog eens, want je hebt het net in het filmpje ook al gezegd. Kun jij nog eens aangeven, waarom is dat nou zo belangrijk dat we dat papier hebben? Bezit genomen, het klinkt alsof het een herbezetting is. Over de motieven in dat opzicht van de Vlaamse overheid durf ik mij niet uit te spreken. Maar waarom het voor mensen die houden van literatuur en van poëzie een heel belangrijk manuscript is, heeft denk ik alles te maken met de bijzondere vorm van het handschrift. Dus de meeste handschriften van literaire werken of van auteurs, nou, het zijn dan brieven, nou, die zien eruit zoals brieven. De meeste handschriften van romans, ja, dat is interessant als je wil kijken, heeft de auteur er nog in zitten schrappen en bepaalde dingen veranderd. Maar eigenlijk maakt de vorm van dat handschrift, voor het uiteindelijke boek, maakt dat eigenlijk niet uit. Nou, Bezette Stad is terecht bekend omwille van de bijzondere typografie. Over die typografie weten we dat die in belangrijke mate door Oscar Jespers in samenwerking met René Victor bij een drukker in de Scheldestraat in Antwerpen tot stand is gekomen. Maar als je echt wil zien, wat was nu Oscar Jespers, de beeldhouwer, en wat was Paul van Ostaaien, ja, dan is eigenlijk dat handschrift cruciaal. Het is eigenlijk in het handschrift dat van Ostaaien tekent, voordoet, hoe het wat hem betreft zou moeten. En op het handschrift zijn ook aantekeningen te zien over korpsgrootte en nou ja, druktechnische elementen. Dus in dat opzicht is het eigenlijk een uniek boek. Omdat je dus nu het ontstaansgeschiedenis daarvan kan zien, maar ook ja, het eigenlijke zien van Van Ostaaien's handschrift in deze vorm is voor liefhebbers natuurlijk ook een bijzondere sensatie, zoals je in het filmpje kon zien bij Matthijs. Ja, hij was zichtbaar geëmotioneerd. Hadden we nu al zicht op dit manuscript? Wisten we hoe dit eruit zag? Of is dit nu echt ook voor de wetenschap? Nou, hoe het eruit zag, daar hadden we zicht op. Dus als je de standaardeditie van het verzameld werk van Ostaaien, dit zijn twee van de vier delen, voor het laatst in die vorm uitgegeven in 1979. En die editie is gemaakt door Gerrit Borgers. Hij was toen het hoofd van het Letterkundig Museum in Den Haag. En hij schreef een proefschrift over Van Ostaaien documentatie. En hij is ook de persoon die dat verzameld werk heeft samengesteld. En hij heeft eigenlijk met alles en iedereen gepraat die toen nog leefde. En dus onder meer met Oscar Jespers. Maar ook met Henri Goris, en dat was de zoon van de overleden zus van Ostaaien. En die heeft een tijd lang in het ouderlijke huis gewoond. Dus eigenlijk bij zijn eigen grootvader, bij de vader van Ostaaien. En die heeft ook nog als kind met Van Ostaaien gespeeld in de tweede helft van de jaren 20. En in de beschrijving, in het verzameld werk van hoe ziet het handschrift eruit en waar komt het vandaan, wordt gezegd dat het in bezit is van die Henri Goris. En dan is het dus, nou ja, door Borgers ingekeken en op papier beschreven. En hij heeft daar ook met de technische middelen die toen mogelijk waren, in de, ik denk, jaren 60, vroege jaren 60, zwart-wit foto's van gemaakt. Maar ja, zwart-wit foto's, ja, dan weet je dus niet in welke kleur, hè, want Van Ostaaien gebruikt ook verschillende kleuren in het handschrift. En er zijn natuurlijk allerlei details die verdwijnen in foto's, al helemaal foto's die intussen al meer dan een halve eeuw oud zijn. En dus sindsdien heeft niemand het handschrift meer gezien. Dus ik had die foto's ooit wel gezien. Ik weet dat Matthijs de Ridder die foto's ook ooit gezien heeft. De meeste Van Ostaaien specialisten of academici hebben die wel eens gezien. Maar het handschrift zelf, ik ken niemand die het ooit had gezien. En ik hield ook niet voor mogelijk dat het nog in roulatie in publiek bezit zou komen. Er was een gerucht, eind jaren 90, dat het verkocht was aan een verzamelaar in de Verenigde Staten. Het zou dus ook gewoon aan een verzamelaar verkocht geweest kunnen zijn binnen de Lage Landen in België, die het nu verkocht heeft. Het enige wat in dat opzicht bekend is gemaakt, ook door René Franke van Antiquariaat Demian, die tussenpersoon was, die eigenlijk de hele deal onderhandeld heeft, is dat het uit een collectie van een verzamelaar komt, die privé wenst te blijven. En dus dat suggereert toch dat het nu niet meer in familiebezit was,
Nou, tenzij een van die familieleden zich natuurlijk ontpopt heeft tot verzamelaar. En dan klopt het nog altijd zonder dat je dan gezegd hebt dat het uit de familie komt. Nou, ik denk gewoon die privacy, die dienen we te respecteren. Kunnen we wel over speculeren, maar maakt eigenlijk ook niet uit. Het is gewoon ontzettend bijzonder dat het nu boven water is gekomen en dat het in publiek bezit is en dat mensen het ook al heel snel gaan kunnen zien natuurlijk, omdat Van Ostaaij tentoonstelling over 100 jaar bezette stad in het Letterhuis volgende maand al grote delen van dit manuscript zal tonen. Ja, die opent op 27 maart. Pardon. Een belangrijke vraag die we dan kunnen gaan beantwoorden, en je alludeerde daar al even op, is waar zit nu dat spanningsveld tussen wat Van Ostaaij vanuit zijn ballingschap in Berlijn had bedacht, schreef, en wat Jespers uitvoerde? Heb jij daar al zicht op? Waar zitten de knoppen waarin Jespers kon draaien bijvoorbeeld? Nou, Van Ostaaij tekende natuurlijk letters zonder te weten of er gelijkaardige lettertypes bestonden. En natuurlijk, wij werken nu in Word of in welke andere tekstprocessor en dan heb je een eindeloze hoeveelheid lettertypes tot je beschikking. En je kan die ook gewoon meteen inzetten en dan zie je meteen je tekst op het scherm er heel anders uitzien. Dat was natuurlijk 100 jaar geleden heel anders. Hè? Dus het was lange tijd een zoektocht naar een drukker die het wilde doen. En toen ze die eenmaal gevonden hadden, dan bleek eigenlijk dat die niet altijd de letters had die nodig waren. Of dat die er maar een heel beperkt aantal van had. Nou, dat laatste impliceerde dat wanneer je aan het drukken was, dat je eigenlijk een bladzijde moest maken en de letters recycleren voor je verder kon, als het hetzelfde lettertype was. En voor die lettertypes waarvan echt niets bestond dat in de buurt kwam, van zoals Van Ostaaij het had bedacht, heeft Jespers zelf letters gemaakt en uitgesneden. En dus daar is hij vrij in geweest. Zal hij wellicht wel geprobeerd hebben om zo dicht mogelijk het handschrift te volgen. Maar hij heeft natuurlijk ook af en toe visuele effecten kunnen vergroten of verkleinen. De bekendste bladzijde is Boompauwgeslag. Daar zie je dat eigenlijk al. De letters die hij heeft gemaakt zijn net iets anders dan die van Van Ostaaij. Het is toch niet echt dat het leidt tot een interpretatieverschil. Zo is er eigenlijk één fameus geval waar dat wel het geval was en waar Van Ostaaij denk ik ook een beetje ontgoocheld was. Tenminste, hij heeft er later wel eens op gealludeerd dat hij dat graag, dat hij het niet zo had bedoeld. Met als implicatie dat hij het graag anders had gezien, denk ik. En dat is het woord zeppelin. En het woord zeppelin staat in de tekst in de vorm van een zeppelin. En dat is denk ik een van de redenen dat mensen toen nogal blasé hebben gereageerd op zijn stad. En hebben gezegd van, oh, maar dat kennen we toch van bij Apollinaire. Nu, Apollinaire was inderdaad, die schreef een gedicht en dat heette Il Pleut. En dat zag eruit als regendruppels die naar beneden vielen. En dus veel van de calligram in dat boek van Apollinaire, overigens ook een Eerste Wereldoorlog bundel, hebben de vorm van wat ze aan het vertellen zijn. En dat ambieerde Van Ostaaij eigenlijk niet. Maar ja, die ene zeppelin suggereerde dat hij het toch even deed. Maar verder zijn eigenlijk de typografische voorstellen die Van Ostaaij in het manuscript doen, ja, die hebben te maken met hoe hij wilde dat het gedicht zou gaan klinken. En dat heeft dus ja, heel veel te maken met de lettergrootte, die iets zeggen over het volume, denk ik, waarmee je het hoort uit te spreken. En dat is die fameuze ritmische typografie, die van, volgens Van Ostaaij de brug moest vormen van de dichter naar de lezer. We spraken elkaar vannacht al eventjes en jij herhaalde van ja, we mogen niet onderschatten hoe belangrijk Oscar Jespers hierin geweest is. Maar als ik jou zo hoor en ik ben eventjes gemeen, dan zeg je ja, hij heeft eigenlijk één keer autonomie genomen en daar was Van Ostaaij niet blij mee. Nou, ik denk dat we die vraag dus nu nog niet kunnen beantwoorden. Hè? Dus er is eigenlijk nauwgezet onderzoek nodig waarin je bladzijde per bladzijde gaat vergelijken. Los van de creatieve beslissingen heeft Oscar Jespers natuurlijk het omslag ontworpen, dat op zich ook iconisch is geworden. Hij heeft de houtsnede ontworpen en hij heeft er dag en nacht aan gewerkt, maandenlang. Ja, voor zover we weten, gratis. Dus ik denk dat er nog altijd voldoende reden is om niet alleen voor Van Ostaaij om dankbaar te zijn, en dat was hij ook wel, want hij heeft in dezelfde periode ook de Feest van Angst en Pijn, een veelkleurig handschrift, heeft hij aan Oscar Jespers opgedragen en ook aan Oscar Jespers geschonken. En dat was denk ik eigenlijk zijn manier om een van zijn beste vrienden, misschien op dat moment wel echt zijn beste vriend, te bedanken voor die ongelooflijke inzet die hij heeft getoond. Hè? Want hij schrijft ook ergens in een brief, Oscar Jespers, dat hij dus eigenlijk niet meer slaapt, omdat hij gewoon zo in dat boek zit en zich denk ik heel de tijd afvraagt, zowel logistiek van
gaat het goed komen, maar ook van hoe kan ik nu eigenlijk het voorstellen, het manuscript van de dichter zo goed mogelijk respecteren. In een vorm. Oscar Jespers was beeldhouwer en natuurlijk een bijzonder visueel talent, maar hij was geen getrainde typograaf. En dat was Van Ostaaij natuurlijk ook helemaal niet. Hè? Dus in dat opzicht, de creatieve inbreng die mag relatief beperkt zijn, maar dat is denk ik nog te vroeg om dat echt vast te stellen. Maar de zowel morele als artistieke inzet van Oscar Jespers kan niet hoog genoeg geprezen worden. Ja, als we nog even kijken naar die inspanning. Op een bepaald moment wordt duidelijk dat het productieproces ernstig zou vertragen als alle proeven steeds weer naar Berlijn moeten, waarna ze weer kunnen gaan beginnen met het zetten van het nieuwe werk. En Van Ostaaij vertrouwt hem eigenlijk voldoende om te zeggen, maak het maar. Hier is het, maak het maar. Dat is een bijzondere positie, want zoveel goede vrienden had hij tegen die tijd niet meer. En wat ik me nu afvraag is, je hebt die band van Ostaaij Jespers. Jespers zal het niet zomaar hebben gedaan vanwege pure liefde voor zijn vriend. Hij moet ook iets inhoudelijks in het project hebben gezien. Wat is er volgens zeker, jou dat Jespers zeker, daar maar ik denk dat je, ja, dat je toch ook de liefde voor die vriend ook niet moet onderschatten. Omdat eigenlijk tot de allerlaatste fase van Van Ostaaij's leven. En je ziet natuurlijk die correspondentie van Van Ostaaij op een heel klein aantal uitzonderingen na met vriendinnen waar hij vaak ook een verhouding of een hele intieme band mee had. Die correspondentie, dat was een oldschool mannencorrespondentie. Zo'n beetje bluffen. En Oscar Jespers lijkt eigenlijk de enige te zijn die daar wel eens doorheen prikt. En die bijvoorbeeld op het einde van Van Ostaaij's leven, hij zit dan in een kuuroord in de Ardennen en hij moet eigenlijk terugkomen dat het geld op is. En dan stelt Oscar Jespers voor om dat financieel voor hem op te lossen. Dus het is eigenlijk echt een hele lange en hele trouwe vriendschap. Dus ik denk dat die liefde groot is. Natuurlijk, zij waren niet alleen maar amicaal omdat ze elkaar lagen. Zij waren ook amicaal omdat ze in eenzelfde artistiek project zaten en geloven. Hè. In zekere zin was Oscar Jespers de Van Ostaaij van de beeldhouwkunst. Hè. Hij probeerde de beeldhouwkunst in onze gewesten aan te doen sluiten bij moderne tendensen. Wat dus betekende dat het directe realisme eigenlijk vervangen werd door de radicale abstractie die je bijvoorbeeld in dezelfde periode wel bij de stijl ziet in Nederland, overigens door een Belgische beeldhouwer. Maar je ziet het in de beelden en er is helaas niet heel veel overgeleverd uit die periode van het leven van Jespers. Maar er is in diezelfde periode is er een wedstrijd om een groot Eerste Wereldoorlog memoriaal te maken. En de meeste memorialen die voorgesteld worden en die uiteindelijk ook gebouwd zullen worden, zijn eigenlijk 19e-eeuwse triomfantalistische beelden met paarden en karren en soldaten die bijzonder stoer staan. Dus eigenlijk 19e-eeuws. En hij probeerde eigenlijk de impact van die oorlog te vergeestelijken en door de vorm te laten blijken die niet zo naturalistisch was. En in dat opzicht sluit wat Jespers als beeldhouwer ambieerde heel mooi aan bij wat Van Ostaaij ook in bezette stad probeerde, wat natuurlijk ook een memoriaal van de Eerste Wereldoorlog is. Maar het is allerminst triomfantalistisch, het is allerminst heroïs, het is eigenlijk het totale tegendeel daarvan. Als we nu kijken naar de vroege receptie van het werk. Je zei vannacht al, ja, we moeten daar niet te zwartgallig over denken. Er zijn 25 recensie-exemplaren uitgestuurd. En de helft daarvan werd bekroond met een recensie. Daar mag je tegenwoordig als experimenteel dichter niet meer op hopen. In die recensies, was daar ook aandacht voor het aandeel van Oscar Jespers? Toevallig. In de voorbereiding van deze presentatie en voor stukken die ik er nu naar aanleiding daarvan ook onder meer over schreef, ging ik nog even in de Nederlandse krantenbak Delver kijken, waar nog altijd nieuwe oude kranten aan worden toegevoegd. En er waren twee recensies die ik nooit eerder gezien had. Zelfs Matthijs kende ze niet. En in eentje, en in de beide eigenlijk, wordt gezegd, zijn, gematigd negatieve recensies. En in beide wordt gezegd, de typograaf zal er werk aan gehaald hebben. En die wordt ook wel eens, in een van die stukken, als ik me goed herinner, wordt die ook wel genoemd. Maar het is niet zo dat Oscar Jespers op dat moment bij die literaire recensenten in Nederland een bekende naam is. Of zo. Dus het is niet dat heel veel aandacht krijgt. Maar hij is wel
nou ja, in de loop van de 20e eeuw, en hij is ook van de betrokkenen, een van de personen die het langst heeft geleefd, hè, dus hij is eigenlijk ook na de Tweede Wereldoorlog, was hij een beetje een bekende Vlaming als kunstenaar, kwam hij op de televisie, werd hij geïnterviewd en zo. En ja, dat was eigenlijk een van de meest zichtbare vrienden van de op dat moment ook stilaan gekanoniseerde Van Ostaaien, en kreeg daar ook wel alle ruimte om te vertellen over zowel hun vriendschap, maar zeker ook het artistieke project dat ze deelden. Van Ostaaien weten we in grote lijnen hoe hij zich artistiek ontwikkelde vanaf bezette stad. Ik denk dat het verhaal voor Jespers misschien wat minder bekend is bij het bredere publiek. Hoe ging Jespers verder na bezette stad? Ja, Jespers die heeft eigenlijk in de loop van de jaren 20 een aantal van de bekende beelden die van hem zijn overgeleverd gemaakt. Als ik me niet vergis, zit in belangrijke Vlaamse collecties onder meer een beeld De Kapmantel, dat echt prachtig is. En hij is, nadien is hij in Brussel de school voor kunst en ambachten, is hij leraar beeldhouwer geworden. En hij heeft natuurlijk een eigen praktijk behouden. En hij was onder meer, mocht het voor Nederlandse kijkers iemand die ze ongetwijfeld kennen, ook al kennen ze zijn naam misschien niet, Hildo Knop, die... die eigenlijk de beeldhouwer van Amsterdam was en die oneindig veel bruggen, koppen en allerlei onderdelen van de visuele flair van Amsterdam gemaakt heeft. Die was heel erg beïnvloed door Oscar Jespers en was eigenlijk ook een oud-leerling van hem. En dus op die manier is eigenlijk die visuele impact van dat project ook te zien in Nederland op plekken waar je dat niet zou verwachten. Oké, we hebben vandaag een heel belangrijk stuk van ons grote wensenlijstje kunnen afvinken. Maar als we nog eens verder dromen, er zijn ongetwijfeld nog manuscripten zoek, er zijn wellicht nog hele teksten zoek. Wat zou er nou bovenaan staan in zo'n jubeljaar, 2021, Paul van Ostaaienjaar? Wat moeten we nog vinden? Wat denk je dat er nog zou kunnen zijn? Nou... Ik denk eigenlijk, het topstuk is nu wel gevonden. Wat natuurlijk altijd kan, is correspondentie. Maar de kans dat die nog opduikt, nou, je weet het natuurlijk niet. Hè, maar dus een van de dingen die opvallen als je naar die Berlijnse periode van Van Ostaaien kijkt, dan is het eigenlijk, hij kende een aantal kunstenaars, een paar daarvan waren grote namen. Heinrich Kampendonk, niet de allerbekendste schilders uit de Blauwe Reiter, want die waren tijdens de oorlog gesneuveld, maar je zou kunnen zeggen van de nog overblijvende mannelijke Blauwe Reiter schilders kende hij Kampendonk. Hij kende ook Klee, en daar zijn eigenlijk nauwelijks echte bronnen van. Maar ik denk wel intussen dat de Paul Klee-studie zo... Dat zij ook wel het zouden uitgezocht hebben. En de kans dat er nu nog een Paul Klee-brief die ooit bij Van Ostaaien was, ergens circuleert, niet in al die al doorzochte archieven, die kans lijkt mij niet heel erg groot. Dus het zou natuurlijk heel mooi zijn om nog dingen te ontdekken uit die periode, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Maar ik denk als je deze vraag aan Matthijs stelt, ik weet niet of je dat al gedaan hebt, dat hij een veel langere lijst zou kunnen hebben, omdat hij natuurlijk als biograaf er ook echt heel diep in zit en ook heel goed weet waar eigenlijk de gaten zitten in het biografische verhaal. En de laatste jaren van Ostaaien's leven, die zijn in een aantal opzichten heel goed gedocumenteerd, omdat hij intens correspondeerde met Eddy Duperron en Gaston Bussus op sommige momenten. Maar er zit denk ik nogal wat gaten in die periode dat hij in Brussel kunsthandelaar was. En daar zie je wel, hè, er zijn ook een paar brieven met grote namen uit de avant-garde uit die periode, maar die zijn niet echt inhoudelijk, dat gaat eigenlijk echt over kunsthandel. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen, dat er uit die hele nalatenschap van die galerie die meegerund heeft, dat er ook dingen naar boven komen. Maar misschien ook al wel de afgelopen jaren dingen naar boven zijn gekomen, die Matthijs voor zich houdt, omdat hij er graag in de biografie mee wil uitpakken. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, dat soort primeurs zijn altijd leuk om mee uit te pakken als je je boek helemaal af hebt. Hè. Ik weet in dat opzicht dat hij heel blij is dat hij zo lang gewacht heeft, omdat nu ja, het manuscript opgedoken is. En misschien weet op dit moment niemand beter dan hij wat daar
de impact van kan zijn, emotioneel, maar ook op het onderzoek. Want we kunnen nu van dichtbij kijken waar daadwerkelijk de hand van Ostaaien over is gegaan. Dat is een grote rijkdom. We hebben de 24 uur van Paul van Ostaaien. We zijn over de helft. Een vraag die we eigenlijk iedereen stellen in deze dag, op de verjaardag, is: wat zou je nou van Ostaaien toewensen? Als je iets mag bedenken, als je hem een cadeau mag geven, dat mag zo metafysisch zijn als je maar wil. Wat zou je hem willen schenken? Nou, wat ik hem zou willen schenken is dat we hem blijven lezen als een belangrijke iemand die nadenkt over wat het is om literatuur te bedrijven, om poëzie te schrijven. Ik denk dat we daar echt nood aan hebben vandaag. Opnieuw een discours over poëzie. Wat is eigenlijk poëzie? Hoe pas je poëzie aan de tijd waarin je leeft? Daar wordt opmerkelijk weinig over geschreven. En dat we dus het revolutionaire van Ostaaien niet vergeten. En het revolutionaire, dat brengen we vandaag, onder meer naar aanleiding van zijn handschrift, snel terug tot de vormvernieuwing die hij heeft gedaan. En die is natuurlijk onmiskenbaar door hem in gang gezet. Maar het revolutionaire zat hem ook in de inhoud. En Van Ostaaien was iemand die structureel malcontent was met de samenleving en die altijd opnieuw nadacht over wat is nu de richting die de samenleving uit moet en welke rol kan de kunst daarin spelen. En hij heeft daar heel verschillend over gedacht in die korte periode dat hij literair actief was. Maar dat voorbeeld, iemand die dus vanuit die enorme artistieke gedrevenheid ook een maatschappelijk engagement aan de dag legt, die in elkaar klikken. He, dus niet gewoon meningen hebben, maar ook nadenken over wat zijn nu manieren om die meningen vandaag artistiek niet zozeer te verpakken, want dan doe je alweer alsof het een idee is dat je even in een bepaalde doos stopt, maar dat het eigenlijk vanuit de vorm mee ontstaat. Dat is denk ik een hele belangrijke erfenis uit die periode die vandaag denk ik nog wel eens herhaald mag worden. Dus ik denk iemand die bijvoorbeeld ook als het gaat over... De Vlaamse regering koopt dit aan, fantastisch. Maar ik denk als je gaat kijken naar het beleid van de Vlaamse overheid vandaag, het zit heel erg in op het erfgoed, op grote namen die je zowel nationaal als internationaal kan marketen. Oké, maar er is ook nog zoiets, zeker in de corona-ellende van vandaag, als een enorm grote groep van kunstenaars en schrijvers die nauwelijks middelen hebben om rond te komen. En vooral ook waar het institutioneel steeds moeilijker wordt om hun werk goed verspreid te krijgen. Hè. Dus er zijn nauwelijks nog literaire uitgeverijen in Vlaanderen. In Nederland zijn die er wel. Maar nou ja, de COVID-dreun die is nog volop in ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Hoeveel ellende dat gaat opleveren, weten we nog niet. Maar ik denk dus dat we in een bestel zitten dat extra steun nodig heeft van lezers, van allerlei mecenassen wellicht ook. Hè. Want bij de stad danken we aan Constant van Ostaaien, de broer van Ostaaien, die dat heeft gefinancierd. Hè. Laat dat ook wel even duidelijk zijn. Op dat moment denk ik geen enkele uitgever zou dit hebben kunnen maken. En dus nou ja, een combinatie van betrokken lezers, van mecenassen en zeker ook van een heel betrokken overheid om de cultuur van vandaag stimulansen te geven. Ik denk dat dat eigenlijk is wat we van Ostaaien zouden kunnen schenken, omdat dan het type dichterschap en kunstenaarschap van Ostaaien ook in deze tijd nog een kans krijgt. Dus ik denk, nadenken over poëzie, nadenken over de vorm, de politieke implicaties daarvan niet reduceren tot een getal na de komma, maar ze echt centraal onder de aandacht brengen en dan een bestel ontwikkelen. En daar zijn we allemaal bij, zijn we allemaal mee voor verantwoordelijk, waarin de literatuur ook in het tweede decennium van de 21ste eeuw als een ook experimentele en politieke vorm van denken en spelen kan blijven bestaan. Dat lijkt me een heel volledig antwoord en een warme oproep. Wij gaan later vandaag private sponsoren nog eens expliciet oproepen om bij te dragen aan alvast het Paul van Ostaaienjaar. Ik ga nog één laatste vraag stellen in het verlengde van wat je net zei. Want als de casus bezette stad ons iets laat zien, dan is het wel dat het voor een kunstenaar van belang is om in een netwerk te zitten dat breder gaat dan de literatuur alleen. Is dat ook hoe jij kijkt naar de toekomst van die jongere experimentele poëzie in verbinding met de andere kunsten? Of zeg je nee, eigenlijk heeft die literatuur een eigen traditie, laten we ons daar toch vooral op enten en van daaruit verder kijken? Nou, ik zou hopen dat het elkaar niet uitsluit.
En dus ik denk dat het sowieso vandaag, dat intermediaal en multimediaal werken, dat zit gewoon in de cultuur vandaag. Dus dat gaat er onvermijdelijk een onderdeel van zijn. En dat was het in de tijd van Van Ostaaij ook. En dat was het voor hem ook. Bezet de Stad is door en door de filmkunst mee tot stand gekomen. Het is ook echt te lezen als een boek over film. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen, helemaal van zijn tijd, die ook multimediaal aan het worden was. Maar daarnaast is het ook een onderdeel van een literaire traditie. En ik denk dat het bekend blijven met die literaire traditie en met de inzet. Waarom deden de mensen dat? Wat was de betekenis daarvan? Ik denk dat we in dat opzicht eigenlijk, en met wij bedoel ik zeker ook mensen die een didactische verantwoordelijkheid hebben aan universiteiten, hogescholen en zeker ook in het voortgezet onderwijs, dat er nog ontzettend veel kan gebeuren om zowel eigenlijk daar ook weer het taalplezier, maar ook kennis van cultuur en geschiedenis zo breed mogelijk over te dragen, van generatie op generatie. En je zou dus eigenlijk ook in dat opzicht hopen dat dichters vandaag zich daar ook aan laven. Hè? Dus dat je in dat opzicht de beide doet. Zowel dat multimediale als dat is. Dankjewel. Om dan maar even te spreken, je hebt het over een gedeelde verantwoordelijkheid met mijn petje van directeur van de buren. Ik denk dat wij een dergelijke bron van lafenis zeker willen zijn. Vooral ook naar de jongere talenten die inderdaad moeite hebben om de ruimte te zien waarbinnen zij kunnen experimenteren. En heel sterk de druk voelen die van alle kanten komt om maar niet te ver van het gebaande pad af te wijken. Dus uw woorden zijn gehoord, Geert Bullens.